This video is powered by the following sponsors. Jullie zien het. 1, 2, waar is Conor McGregor? Hallo allemaal, Sohawari. Ja, ik sta hier een beetje in te breken bij Youstoep. Youst, ja. Was dit jouw eerste kickboxgala? Nee, dit was mijn tweede. Dat was mijn tweede. En hoe heb je deze tweede gala ervaren? Ja, dit was echt tof, man. Dit is echt, dit kan je gewoon niet beschrijven. De passie waarmee ze vechten, gewoon echt leeuwen. Ze maken elkaar af. En daarna nog gewoon met elkaar kunnen knuffelen. Ik zou dat niet kunnen. Maar dat is gewoon het respect van de sport. Ik bedoel, heb je zelf ook vechtsport gedaan? Ik heb jarenlang taekwondo gedaan. Ja. Ja, dus je weet wel ongeveer hoe het is. Maar dat is niet te vergelijken met deze sport. Dat is een soort van de... Was punten, hè? Ja, is meer met punten, ja. Ja, iedereen zijn eigen talent. Eentje slaan mensen elkaar, eentje zijn aan het vloggen. Verschil moet er zijn. Maar we zijn nu hier aan het vloggen, weet je. Ja. En ik zie dat je eigenlijk mij niet helemaal meeneemt. Sorry. Sohawari. Lange arm. Volg op Combat Point voor jullie vechtnieuws. Oké, een stukje reclame ook weer gehad. Ja, bedankt, Timo. Gelijk heeft hij. Hey, ik hoor dat jij trouwens bij Phoenix aan de slag bent. Ja, klopt. Ik ben sinds kort radio DJ bij Phoenix. Ja. Bevalt dat? Ook langsgekomen. Ja. Ik heb het gezien. Ja, het bevalt zeker, man. Ja? Ja? En is dat gewoon puur vanuit jouw eigen vlogs zo terechtgekomen? Eigenlijk wel. Anders zouden ze me nooit vragen daarvoor. Dus als dit er nooit was, dan was het radio gebeuren er ook niet. Nou, ik vind het, luister, vooropgesteld allemaal, Hij zei het. Hij zei uitvallen, dat heeft hij vooraf gezegd. Waarschijnlijk heeft hij heel veel gefilmd. Ja. Ik vind het onwijs leuk dat je jonge vloggers, nieuwe media, succes behaalt. Ik vind dit gewoon geweldig wat jij doet. En sowieso, ik ben een trouwe Phoenix-luisteraar. Dus, voor de mensen die het nog niet weten. Combat Point geeft 2 kaartjes weg voor Rico Verhoeven, Barre Hari. Dus, die zei van mij, dankjewel, had niet gehoeven. Maar toch, maar dankjewel toch. Ik ga met je mee. Ja, er zijn er 2 kandidaten. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is de Facebookpagina voor Combat Point te liken, de post te delen en minimaal 5 mensen te taggen. Als jij dat nog een keertje in je vlog onder aandacht zou kunnen brengen, dan zou ik dat tof vinden. Kijk, dat wat je net hebt gezegd, moet je dan nog een keer zeggen. Gaan we doen. Wacht. Dus. Jongens, maak jullie die even af. Ik ga vervolgens. Ja, ga jij even. Niet voor je wachten. Hier, kijk. We hebben altijd nog een tweede camera. Dit is gewoon leuk, mensen. Dit is het leuke van de nieuwe media. Hey. Zeg even wat je net ook tegen mij zei hier in de vlog. Combat Point geeft 2 kaarten weg voor Rico Verhoeven versus Barre Hari. Dat zijn niet de enige 2 gevechten op de fightcard. Je hebt ook Ismael Lont tegen Nico Hoske tegen Cedric Doumbé. Een geweldige fightcard die je de avond hebt. Zorg dus dat je Combat Point Facebookpagina liked, de post deelt en die minimaal 5 mensen onderaan in het bericht tagt. Nou ja, goed. Dan maak je ook kans op 2 kaartjes. Dan maak je kans op 2 kaartjes naar het event. Mooie stoelen, dus ik zou zeggen, ben jij de eerste? Ik ben misschien de eerste. Dus, onwijs bedankt. En sowieso, voor jullie allemaal, zorg dat je YouTube liked, volg, luister naar, vind ik het serieus echt een hele leuke zender. En voor nu, bedankt voor je tijd, jongen. Dankjewel. Hey, fijne avond nog. Dag allemaal.